Dat is zo koud dat we handen bevriezen en de voeten ook. Ja, zo koud wordt het. De handschoenen en mutsen kunnen weer uit de kast, want het wordt weer een ouderwetse winterweek. Tot morgennacht blijft het overwegend droog en de temperaturen liggen rond het vriespunt. In de nacht gaat de temperatuur verder dalen en in onze regio kan het tot min 8 graden vriezen. Als de voorspellingen kloppen, kunnen de schaatsen deze week uit de kast worden gehaald. En winterweer zonder sneeuw kan natuurlijk niet, dus is er kans dat er vanaf woensdag witte vlokken in onze regio gaan vallen. Op de website van het ED staat een kaartje met kunstijsbanen. Kijk op ed.nl/kerst, want mocht het stevig gaan vriezen, dan wordt de kaart aangepast met de plaatsen waarop natuurijs geschaatst kan worden. En ja, zoals vorig jaar al op de markt in Eindhoven werd gezegd, er zijn meerdere voordelen door de kou. Ik heb vannacht heerlijk geslapen ook daardoor, dat het juist alles zo lekker koud en heerlijk onder de wol.